Ja, Marcel, speciaal voor jou even een video. Want wij zijn hier nu de straat aan het aflopen. Maar we kijken in ons systeem en dan zie je heel duidelijk hier bovenaan staan 307 feet. En als ik dan daarop druk, ik hou heel even de camera weg, dat jullie dat niet mogen zien. Dan zien jullie heel duidelijk daar staan bushcraft plek nummer 3. En die heb ik toen aangemaakt op 7 februari 2018 om 5 uur 17. Dan gaan we maar eens eventjes kijken waar hij ons heen leidt. Of de rood. Dus dat betekent dat we zo dadelijk daarin moeten gaan. Maar ik weet niet hoe ver. Oh, 30 feet. Geen idee hoeveel 30 feet is. In ieder geval de helft van dit pad en dan moeten we daarin gaan. Wacht, hij geeft dus aan dat ik hierin moet gaan. Nou, dat is een beetje te dicht. Dat doe ik dus niet. Maar jullie zien we. Oh, hij gaat andere informatie berekenen. Omdat ik er al voorbij gelopen ben. Dan zit ik eventjes te kijken. Het is wel heel erg dicht geworden hier. Normaal kon je hier gewoon doorheen lopen. Maar het is al een oude coördinaat, zeg maar, van vroeger. Dan geeft hij mij weer een melding aan. Of de rood. Dus hij zegt dat we hier naar binnen moeten gaan. Oh, jongens. Dat gaat dus niet lukken. Kijk even hoe dicht dat bos is daar. Maar we gaan even kijken of dat we toch nog een weg kunnen vinden. Het is allemaal nat. En anders doe ik dat de volgende keer dat het wel gewoon droog is. Nee, wij zijn hier officieel zijn we er al voorbij. Want je ziet heel duidelijk dat hij hem nu daar aangeeft, zeg maar. Maar ik zal eens eventjes kijken of dat ik. Nee, dat gaat waarschijnlijk niet lukken. Dan moet je hier helemaal doorheen bateren. Maar ik wou jullie eigenlijk daarachter, midden in het bos, wou ik jullie eigenlijk een soort van ronde boom laten zien. Maar dat doe ik wel een keer dat het helemaal droog is, want je ziet het heel duidelijk. Alles is hartstikke nat. En ik heb er natuurlijk ook niet op gerekend dat het bos zo extreem dicht is geworden opeens. Dus bushcraft plek nummer 3, die gaan we de volgende keer weer vinden.